Welkom bij deel 3 van onze online videocursus PowerPoint 2021. In dit deel gaan we een afbeelding invoegen en we gaan deze afbeelding aanpassen aan onze dia. Goed, de juiste manier om een afbeelding aan te passen zodat ze heel de dia bedekt. We gaan naar de taakbalk, we gaan naar bijsnijden. We kiezen voor opvullen. Je zult zien dat PowerPoint zwarte hoekjes en zwarte streepjes op onze afbeelding heeft geplaatst. We gaan die streepjes naar de zijkant van de dia verplaatsen en we doen dat langs beide kanten. Je zal nu zien dat de zwarte hoekjes en de zwarte streepjes aan de zijkant van de afbeelding zichtbaar zijn. Als we dat gedaan hebben, gaan we terug naar bijsnijden. We kiezen voor opvullen en je zal zien dat de afbeelding nu heel de dia bedekt. Je ziet hierboven wat er eigenlijk is gebeurd. PowerPoint heeft eigenlijk ingezoomd op de afbeelding. Voor die reden zijn er kleine gedeelten van de afbeelding die we zullen verliezen. Je kunt de afbeelding ook nog verplaatsen, naar beneden of naar boven verschuiven, totdat je tevreden bent met het resultaat. Eens we tevreden zijn met het resultaat, gaan we terug naar bijsnijden en we kiezen dan ook voor bijsnijden. Je zal zien dat de zwarte gedeeltes boven en onder de afbeelding verdwenen zijn, en dat ook de zwarte hoekjes en zwarte streepjes op onze afbeelding niet meer zichtbaar zijn. Dit is de juiste manier om een afbeelding aan te passen aan de dia. Je zal hierdoor nooit vervorming hebben van je afbeelding. Nu, met een afbeelding die we hier gebruiken, gaat dit bijna niet opvallen. Maar als je een afbeelding gebruikt waar bijvoorbeeld een persoon of een gebouw of een voertuig op staat, zou je dit wel kunnen zien. Dus onthoud dat dit de beste manier is om een afbeelding aan te passen aan je dia. We hebben onze dia dus aangepast. Wat we nu gaan doen is de bestandsgrootte verkleinen. Wat willen we daar nu weer mee bedoelen? Als je veel afbeeldingen plaatst in een presentatie, dan gaat het bestand ook groter worden. Wat kunnen we daaraan doen? Juist de afbeeldingen comprimeren, zodat het afbeeldingbestand eigenlijk kleiner is en in totaal zal het PowerPoint-bestand ook kleiner zijn. Nu kun je misschien denken, waarvoor is dat nodig, maar stel je voor dat je bijvoorbeeld met een cloud werkt en dat er honderden mensen zijn die je afbeelding gaan, die je presentatie gaan downloaden, dan kun je hierdoor geld besparen, want je zal minder moeten betalen. Wat is ook zeker een voordeel, dat je totaalbestand van PowerPoint kleiner zal zijn en dus makkelijker downloadbaar en dat het niet zo lang duurt. Het is gewoon efficiënt werken. Hoe comprimeren we de afbeelding? We gaan naar onze taakbalk. Onder aanpassen kiezen we voor afbeelding comprimeren. We zien nu dat we verschillende mogelijkheden hebben. We kunnen hier iets aangevinkt alleen op deze afbeelding toepassen. De bijgesneden gebieden van de afbeelding verwijderen. Dat zouden bijvoorbeeld die zwarte gedeeltes zijn die we daar straks hadden, maar dat hebben we automatisch al aangepast. Nu is het aan jou om te beslissen waarvoor je de presentatie gaat gebruiken. Gebruik je de presentatie alleen online, dan kies je bijvoorbeeld voor WEB 150 ppi. Uiteindelijk zal dit niets doen aan je afbeelding zelf, maar het totaalbestand van PowerPoint zal kleiner worden. Je zal dit merken als je een presentatie maakt waar veel afbeeldingen in aanwezig zijn. Wil je dat de presentatie ook afgedrukt kan worden, dan kies je natuurlijk voor afdrukken. Wil je de presentatie met een e-mail versturen, dan kun je zelfs nog een kleiner bestand hebben
als je voor e-mail kiest. Wij kiezen voor web omdat we de presentatie enkel en alleen op het web gaan gebruiken. We klikken op OK. Je ziet dat er aan de afbeelding niets veranderd is, maar we hebben wel gezorgd dat het bestand kleiner zal zijn in zijn totaal. Het volgende dat we je gaan laten zien, dat je de afbeelding ook transparanter kunnen maken. We hebben daar twee mogelijkheden voor. De eerste mogelijkheid is doorzichtigheid, dus de transparantie verminderen. Door naar de taakbalk te gaan, onder aanpassen, klikken we op doorzichtigheid. En als je nu met de muisaanwijzer over de verschillende voorbeelden gaat, dan zie je meteen het effect. Je ziet nu dat de afbeelding dus transparanter wordt. Ben je hier tevreden mee, dan kun je hieruit in kiezen. We hebben veel meer impact en we kunnen veel meer aanpassen als we hier onderaan op opties voor transparantie van afbeeldingen klikken. Er wordt dan een nieuw venster geopend en we kunnen hier de doorzichtigheid regelen met de regelaar hier. Of we kunnen hier de pijltjes gebruiken om de transparantie aan te passen. Als je tevreden bent, dan kun je dit venster gewoon uitklikken. Wat we ook nog kunnen doen hier in hetzelfde venster is de afbeeldingskleur aanpassen. Dit zijn de voorinstellingen, andere kleuren, klik je op het pijltje en je kan bijvoorbeeld iets kiezen wat je zou willen gebruiken. Je ziet dat meteen de afbeelding verandert. Willen we meer een groene afbeelding? Ja, dan kies je natuurlijk voor groen. Je kan die voorbeelden gerust allemaal afgaan. Ben je tevreden, dan kun je de afbeelding zo laten. Wil je toch teruggaan naar de originele afbeelding? Het fantastische knopje hier om een stap terug te keren. We keren nog een stap terug en nogmaals en we zijn terug bij onze originele afbeelding. Je ziet dat hier nog verschillende mogelijkheden zijn. Je kunt die mogelijkheden gerust uitproberen, zolang je onthoudt als je niet tevreden bent, dat je hier kan klikken op het pijltje om telkens een stap terug te keren en zo kan je altijd terug naar de originele afbeelding terugkeren. Het is aan jou om deze mogelijkheden uit te testen en je afbeelding aan te passen tot je zelf tevreden bent. Wat we je in dit deel ook nog willen laten zien zijn de afbeeldingsstijlen. Afbeeldingsstijlen zijn voor ingerichte stijlen. Voor ingestelde stijlen misschien beter als voor ingericht. Als je met de muisaanwijzer over de voorbeelden gaat, zie je wat de stijl doet met je afbeelding. Je kunt hier nog op het pijltje naar beneden klikken en dan krijg je nog meer afbeeldingen. Klik je op het onderste pijltje, dan zie je hier alle mogelijkheden. Wil je de afbeelding aanpassen, dan klik je gewoon op het voorbeeld en je afbeelding zal aangepast zijn. Laten we zeggen dat wij dit willen kiezen, gewoon links klikken en je ziet dat de afbeelding is aangepast. Toch niet tevreden, niet vergeten, pijltje klikken, terugkeren naar de vorige stap en we hebben terug onze originele afbeelding. Goed, zover zijn we dus geraakt in deel 3. Er zijn nog veel meer mogelijkheden met afbeeldingen, maar ik denk dat we de belangrijkste zaken hebben laten zien. Misschien nog één tip die we kunnen geven. Werk je met kleinere afbeeldingen? Dan kun je bijvoorbeeld de afbeelding centreren door op uitlijnen te klikken en voor centreren te klikken. Hetzelfde telt natuurlijk voor links uitlijnen, dan zal je afbeelding links worden uitgelijnd. Of voor rechts uitlijnen, rechts. En je ziet hier nog verschillende mogelijkheden. Ik zou zeggen gewoon uitproberen om het resultaat hiervan te bekijken. Als we dit allemaal moeten gaan verwerken in onze videoclip, dan gaat u uren nodig hebben om te bekijken. En we komen er nog eens op terug, omdat het zo belangrijk is.
Niet tevreden, gewoon stappen terugkeren tot je terug bij je originele afbeelding bent en je kan opnieuw beginnen. Het afbeelding opmaken venster mag je laten openstaan als je dat goed vindt. Vind je dat niet, kan je dat gewoon wegklikken. Nu, het is belangrijk, zelfs met deze online videoclips, wij laten je technieken zien, maar het is ook belangrijk dat je zelf de tijd neemt om bepaalde zaken uit te proberen. Dat is gewoon aan jou. Je weet, er kan niks mislopen, je computer zal zeker niet ontploffen, je afbeelding zal zeker niet vernietigd worden, je presentatie zal ook niet vernietigd worden of helemaal niet meer goed zijn. Je weet dat je bij elke stap die je doet, kies je een stijl, je klikt op het pijltje en je keert een stap terug en je bent terug waar je begonnen bent. Dit was het voor deel 3, werken met afbeeldingen. Je hebt gezien hoe we ze kunnen invoegen, hoe we de afbeelding kunnen aanpassen aan onze dia, hoe we kleinere afbeeldingen kunnen uitlijnen. We hebben je uitgelegd dat je de doorzichtigheid kan aanpassen en dat je meer controle hebt op de doorzichtigheid als je helemaal van onder klikt op opties voor transparantie van afbeeldingen, dat PowerPoint dan een extra venster opendoet waar je vele zaken kan aanpassen en kan veranderen. Je bent al een heel eind op weg om aan een PowerPoint presentatie te beginnen. In het volgende deel gaan we tekst plaatsen en gaan we tekst ook aanpassen. En als we starten met teksten plaatsen op een afbeelding, dan gaat misschien wel de transparantie van pas komen. Maar dat is voor de volgende video en we hopen dat je daar ook naar zal kijken en meer tips zal aanvaarden en zo je kennis verder uitbreiden van PowerPoint 2021.